Er verdwijnt weer een speciaalzaak uit de stad. De hoedenwinkel van Wilja Nuver uit de Brugstraat gaat in december dicht. Wilja is oud genoeg om te stoppen met werken en haar winkel is niet door te verkopen. Mijn winkel is niet winstgevend. Al, nou, ik denk wel al een jaar of tien niet meer. Ik kan mijn personeel betalen, ik kan mijn hoeden betalen en dan is het uh, gebeurd en dan blijft er weinig over. Ik vind eigenlijk dat je als je een bedrijf hebt moet je toch eigenlijk minimaal het minimumloon verdienen en dat is niet meer zo. Maison nuver hoort al 30 jaar bij de stad en Wilja zit al 50 jaar in het vak. Sinds ze als 15 jarig meisje begon te werken in een hoedenfabriek is er veel veranderd. Vroeger droeg iedereen iets op zijn hoofd. Je hebt het altijd over moslims die iets op hun hoofd bedekt, hun hoofd bedekt hebben, maar vroeger hadden vrouwen in Nederland ook hun hoofd bedekt. Het ene was voor de kou, en het andere was ook toch wel een beetje voor de kerk. En dat is niet meer zo. Dus dat, dat is een heel groot verschil. Een ander belangrijk verschil is de komst van grote winkelketens. Hier zijn massa's goedkope hoeden uit lage lonenlanden te koop. Waar het winkelend publiek natuurlijk graag van profiteert. Zij zien niet het verschil van wat ik verkoop. of wat ze in, bij Hennis en Maurits verkopen. Maar er is wel verschil. Er is verschil in kwaliteit van materiaal. En er is verschil in hoe het gemaakt is, hoe het in elkaar zit. Je hebt kunstbond en kunstbond. Nou, je hebt kunstbond dat komt ook uit loonland of heel goedkoop. En dat, als je daarmee in de regen hebt gelopen, dan krijg je allemaal heel raar plukken. Bij mij, als je bij mij een kunstbondmuts koopt, dan blijft die mooi tot het einde. Een echte hoedenliefhebber weet dat. Maar nu er in Maison nu ver opheffingsuitverkoop is, loopt de winkel vooral vol met koopjesjagers. En dat is voor een gepassioneerd vakvrouw als Wilja best moeilijk. Er zijn mensen, nou, dat ik denk. Moet dat zo. Die keren mijn hoeden binnenstebuiten. En dat vind ik niet leuk. Dus daarom ik krijg er al minder moeite mee. Dus soms denk ik kom maar eerder dicht. Wilja vindt het welletjes. Ze is 70 jaar, heeft duizenden hoeden verkocht. En ze sluit nog voor de kerst haar winkel.